Dick Schreuder, afgelopen zaterdag win je met 7-0 van Smitshoek. En iedereen die dan de statistieken kijkt, die zegt, ah ja, maar Smitshoek stond met 10 man al snel. Maar daarvoor had Katwijk ook weinig de duchten van Smitshoek. Nou ja, daar heb je gelijk in. Ik denk dat we goed aan de bal waren, dat we geduld hadden. Dat we zochten naar de juiste moment om ballen diep te spelen of juist te houden. De rode kaart hielp natuurlijk. Maar goed, je kan het ook andersom bekijken dat je tegen 10 man gewoon doorgaat waar je mee bezig was. En dat zie je wel eens anders. En dat hebben we tot nu toe tegen Shabab en nu tegen Smits ook goed gedaan. Waar schortte het dan wel aan afgelopen zaterdag? Waar het wel aan schortte? Misschien moeilijk te zeggen, maar goed, dat zal deze week uit moeten wijzen, denk ik. Want vaak als je met 7-0 win, dan kan je wel eens een moeilijk weekje hebben. We hebben er deze week goed kort op gezeten om te zorgen dat we vanuit onze kant dat we dat niet willen. En dat als we merken dat het wel gebeurt, dat we er goed kort op zitten. Iedereen heeft gezien, Quick Boys won met 4-0 of 0-4. En iedereen praat over Quick Boys wordt kampioen. Een week later is het weer Katwijk wordt kampioen. Dus ja, daar moet je mee om kunnen gaan als staf, maar zeker als speler. Ja, want de voetbalwereld is opportun. Hè. De ene week je wint het 7-0 en dan denk iedereen weer inderdaad Katwijk wordt kampioen. Dan temper je de verwachtingen. Maar andersom is dat volgens mij ook zo. Want je springt niet in 7 sloten tegelijk als je een keer mocht verliezen. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag. Nee, maar ik ga er niet vanuit dat we verliezen zaterdag. Nee, maar stel dat je er tegen een ongelukkige nederlaag aanloopt, dan denk ik niet dat jij een persoon bent die in paniek is. Nee, ik raak niet heel snel in paniek. Ik denk dat het belangrijkste is dat je rustig blijft. En vaak zie je dat heel veel mensen om je heen in paniek raken. En dat is het mooie van het voetbal. En daarin zullen wij onze weg heus wel vinden. Jullie als technische staf hebben een bepaalde filosofie en een spelopvatting die natuurlijk tijd nodig heeft om hier zijn inwerking te krijgen. Hoe tevreden ben je tot nu toe? Nou ja, we zijn wel tevreden, moet ik zeggen. Zeker met het verhaal wat we dus in balbezit lieten zien. Dat we geduld hielden. Dat we ook de bal eruit durven te halen. Ook soms dan oogt het misschien, denken mensen, ja, is wat saai. Maar goed, je kan het ook andersom zien. Hè. Zolang we de bal hebben, vind ik gewoon dat we een bepaald soort, een bepaald soort vertrouwen uitstralen naar elkaar. En dat we hem dus niet zo snel weggeven. Nou goed, daar hou ik van. En ik moet zeggen dat ik dat de laatste wedstrijden goed heb gezien. Zelfs tegen Spijkenisse, wat gewoon een lastige ploeg is. En dat bleek ook wel weer. Afgelopen weekend hebben ze het de tegenstander ook weer moeilijk gemaakt. Waren wij daar heel erg tevreden over. Zaterdag Xerxes bezoek. Voor ons eigenlijk ook onbekend. Voor jou denk ik ook. Wat kunnen we van Xerxes verwachten? Ja goed, de meeste ploegen zijn natuurlijk wel onbekend voor ons. We kunnen van Xerxes verwachten. 2-2 tegen ASWH, 5-2 thuis winnen. Dat betekent al sowieso dat ze een goal kunnen maken. Ze hebben 7 doelpunten dus in totaal gemaakt. Ze hebben er ook 4 tegen. Als je naar de uitslagen puur kijkt, zijn er natuurlijk hele goede uitslagen. Hè. Tegen Rijnvogels thuis met 5-2 winnen en ASWH uit. 2-2. Nou, volgens mij dat ze 2-0 achter stonden. Dus vanuit hun achterstand kunnen ze ook gewoon de rug rechten en goed tegenstand bieden. Nou, dat zegt voor mij al genoeg en dat zou voor ons en de spelers ook genoeg moeten zeggen. Ja, een vaste spits die viel afgelopen zaterdag in de warming-up uit. Maar zijn vervanger deed het prima, want die maakte 3 doelpunten. In hoeverre hou jij rekening met de speelstijl van Xerxes? Of zeg je van, nou, wij zijn Katwijk, ik heb mijn eigen filosofie en dat gaan we gewoon spelen? Ja, goed, wij hebben duidelijk onze eigen filosofie. We hebben heel veel respect voor de tegenstander. En daarom zullen we ook zeker naar de tegenstander kijken. En dat nemen we ook mee in ons verhaal. En daar zit eigenlijk niet het verschil in. Dat hoort ook bij onze werkwijze. Rekening houden, spelers waarschuwen. Wat de gevaren kunnen zijn. En dat kun je als enigste doen als staf. Je kan ze waarschuwen voor bepaalde dingen. En voor de rest kan je heel veel op je eigen dingen trainen. Omdat je dat wat meer in de hand hebt. Behalve Katwijk tegen Xerxes staan er nogal wat aardige leuke potjes op programma aan zijn zaterdag. Bijvoorbeeld ASWH Noordwijk. Wat verwacht je daarvan? Ik kijk niet naar wie tegen wie speelt. Ik kijk alleen maar naar mezelf. ASWH Noordwijk. Ja, dat zal denk ik een hele mooie wedstrijd worden. Kleine voorspelling, Toto? 1-0. Onze medekoploper eigenlijk, Zwaluwe Vlaardingen, redelijk onverwacht. Die krijgt onze buurman Quick Boys op bezoek. Wat verwacht je daarvan? Gaat Quick Boys dat tikje verwerken? Ja, dat is ook een hele mooie wedstrijd. Ik neem aan dat Quick Boys dat wel wil. Nou ja, goed, we zullen zien of ze daartoe in staat zijn.
in deze fase kijk je nog absoluut natuurlijk niet naar je concurrenten, neem ik aan. Hè? Want iedereen zegt ja, Katwijk, Quick Boys, ASWH, Noordwijk als outsider voor de titel misschien. Maar je leeft van week tot week. Ja, wij leven van week tot week. Zeker als staf. En als groep, dat weet ik niet. Dat zou je aan de spelers moeten vragen. Maar goed, ik denk dat het gewoon het belangrijkste is. Gewoon doorgaan met waar we mee bezig zijn. Ja, en dat kan ook wel eens met vallen en opstaan zijn. En tot nu toe gaat het ons redelijk voor de wind.